Iedereen verdient het om gelukkig te zijn. En hoewel dat vanzelfsprekend klinkt, ligt dit voor veel mensen met een verslaving vaak heel anders. Met de juiste zorg en hulp is herstellen van een verslaving niet onmogelijk. Verslavingscoach Twente Herstelcoaching en Interventie biedt herstelcoaching aan, waarbij actie het sleutelwoord is voor het herstelproces. Eigenaar en ervaringsdeskundige Sjoerd van Triest vertelt ons meer over de weg naar gelukkig zijn tijdens en na een verslaving. Verslaving is een hardnekkige ziekte omdat het gaat over het ontwikkelen van verslaving van heel veel jaren. Er gaat heel veel jaren naar vooraf voordat iemand echt verslaafd is. En dat kan wel soms wel 10, 15, misschien wel 20 jaar duren. Daarin is het eigenlijk destructief, dus het wordt steeds erger. Iemand loopt als het ware rondjes en komt elke keer uit op hetzelfde gedrag. Iemand is daar machteloos tegen. En de machteloosheid, ja, dat wil zeggen dat iemand niet in staat is om zijn gedrag te herkennen en er uiteindelijk iets aan te doen. De mateloosheid waarmee iemand dus begint en niet meer kan stoppen wanneer hij eenmaal is begonnen. En het uiteindelijke, ja, het stuurloze, hè, dat de verslaving de regie heeft over al het gedrag. Waarom het zo lastig is om je verslaving onder controle te krijgen, gaat vaak over dat mensen geen hulp durven vragen of zich schamen voordat ze een verslaving hebben. Waardoor ze het allemaal alleen willen doen en misschien wel vanuit huis na behandeling hun oude wereld weer opzoeken. Alleen, hun oude wereld verandert niet. De verslaafde die in herstel wil komen, die zal moeten veranderen. Welke zorg iemand nodig heeft om te kunnen herstellen van de verslaving is allereerst een goede detox, dus het ontgiften van het lichaam. Daarna een goede behandeling die past bij de persoon en goede nazorg. Je moet echt ruim de tijd nemen om serieus met je verslaving, met je herstel aan het werk te gaan en minimaal net zoveel tijd steken in dat herstel als dat je vroeger deed in je gebruik. Nou, mensen vallen terug. Omdat ze bijvoorbeeld hun opnieuw aangeleerde structuren al heel snel laten vallen. Waardoor oud gedrag, ja, de overhand weer krijgt. En uiteindelijk weer de wilskracht op is en mensen weer gaan gebruiken. Wat ook vaak gebeurt is dat mensen de achterdeurtjes terug naar het verleden niet helemaal sluiten. Dus toch nog overal wel wat ingangetjes hebben om weer terug te gaan na gebruik. En dat is eerst in gedrag en uiteindelijk is de wilskracht op. En dan kiest iemand uiteindelijk weer om te gaan gebruiken. Vanuit iemand zelf is nodig om te kunnen herstellen van de verslaving openheid, eerlijkheid en 100% bereidwilligheid. Je moet eigenlijk alles anders doen als in het verleden. Dus alle tegenovergestelde dingen. Dus denk aan plezier maken, sport, gezonde dingen doen en kunnen genieten van het leven zonder alcohol en drugs te moeten gebruiken.